Antoine Doppergieter, je bent bij de politie bezig onder andere met elektrisch vervoer en je hebt een aantal dagen in de Tesla gereden. Hoe beviel dat? Ja, dat is gewoon geweldig. Ja? Dat is echt innovatief bezig zijn met een auto. Ja. En hoe vond je die autonomous rijdende functie, zeg maar? Wat heeft dat voor zin voor een agent? Nou, wat het voor mij voor zin heeft, is dat de auto gewoon een heel stuk van mijn taak overneemt. En dat ik ondertussen gewoon bezig kan zijn met mijn opdracht die gaat komen. Voorbereiden, overleggen met mijn collega, informatie verzamelen. Dat touchscreen wat daarin zit, daar kan ik alles op bekijken. En de auto die brengt me. Nou, ja. Dat wil ik nog niet. En mag dat op dit ogenblik? Het experiment. Je zei zelfs, jij op een gegeven moment, je was aan het patrouilleren, je bent een dief. En wat gebeurde toen? Nou, we stappen uit, wij patrouilleren, we gaan achter een dief aan. Die rent weg en die auto die rijdt gewoon met mij mee. Die rijdt achter mij aan, we hebben die dief te pakken en we draaien ons om en we zijn bij de auto. Of andersom, de auto is bij mij. God, daar heb ik nog nooit zo die summon functie voor gebruikt. Dankjewel. Jullie gaan er iets meer mee doen met die autonomous rijdende vehicles. Om dat op een gegeven moment voor de politie te ontwikkelen. Wat je zelf al zei, over 10 jaar rijdt denk ik iedereen elektrisch automaat. Dus ja, je moet daar wat mee doen. Dankjewel.